We staan nu boven op de Palamidi-vesting. Dat is de vesting boven het plaatsje Naflio, waar we vannacht weer gestaan hebben. Aan de haven. Het uitzicht vanaf hier is werkelijk fenomenaal. Daar is de fort weer, Bourcy. In het water dan. En achter hier, achter dit gebouw, zeg maar, deze burcht, ligt beneden dan de haven. Daar in het achterland lag Mycene, waar we gisteren geweest waren. Het ligt er nog steeds, neem ik aan. Ondanks het heftige weer van gisteravond. Maar ja, nou is er aardig blauw. Zo, dus nog een stukje van de vestingmuur. Het staat echt pal boven op een berg. Daar beneden, waar al die campers staan. Of waar nu nog campers staan, maar... Er stonden er vannacht al een keer zoveel. Daar stonden wij dus ook bij. Het hele complex is bijna niet te filmen. Het is zo ontzettend groot. Het is een stukje van de muur. Hier binnen nog frips. Dat was de ingang. Oh, buiten is het lekkerder. Dit was dus de ingang van het muurtje. Rob gaat ook even kijken. Leuk, hè? Ja, loopt helemaal door tot naar beneden. Foto van gemaakt? Nee. Waarom niet? Op Flip staat het. Hé? Ik heb Flip gepakt. Oké. Het blijft dus maar doorgaan. Muurtje naar muurtje. Vesting naar vesting. Blijft leuk, zulke uitzichtjes. Nou, weer zo'n heel imposant stuk. Dag. Nou, het laatste stukje doen we even lopend. Want Ria zegt dat het nog mooier wordt. Er zijn ook heel weinig bezoekers hier verder. Grappig.
Godverdikkie. Zo'n kasteel heb ik nog nooit gezien. Het houdt niet op, hè? Nee. Maar ja, zal die stenen zat. Oh, dit gaat wel tegen de zon. En dan krijg je een kasteel. Oeh. De zon is te fel. Ze hadden zelfs een kerkje. Nou, op naar de gevangenis. Uitkijken voor mijn hoofd. Nou, dan, hier waren ze vroeger. Misschien dat het de luchtgaten nog zijn. Dan komt die uitdrukking natuurlijk vandaan in een hokje van 2x2. Nou, zo kunnen we er weer uit. Kijk, hier staat Ria. Met de benen. Nou, dit is de Leonidas Bastion. Dat is de onderste. En de laatste. Ik moet zeggen, ik voel het nu ook allemaal wel hoor. Al die enthousiast. Trappen. Het is wel grappig. Want het lijkt zelfs alsof hier nog wel iemand woont. Hallo. Kijk, zijn bedje is gespreid. Verder is het maar een saai hokkie. Ja, daar kan ik niet. Dat is nog een plasje van gisteravond, denk ik. Of gistermiddag. Het is hier ook erg gedrassig. Een beetje kruip door, sluip door.